iedereen welkom in ons kot. Tadaa! Et voilà! Hoi allemaal, we staan hier weer in een prachtige omgeving. Wij hebben zicht op de ondergaande zon en jullie hebben zicht op een prachtige berg hier achter ons. Nu, we hebben de laatste tijd jullie verrast en hopelijk plezier gedaan met een aantal filmpjes van onze avonturen hier. Maar we hebben daar toch jammer genoeg ook een aantal negatieve commentaren op gekregen. En we hadden nooit verwacht dat we ons zouden moeten verantwoorden voor ons doen en laten. Maar het is toch zover gekomen. Ja. En daarom willen we nu eventjes gewoon uitleg geven, antwoord geven op de vraag: waarom zijn wij hier en zitten wij niet thuis tussen onze vier muren te wachten tot het coronabeest verdwijnt? We gaan ons dus eenmalig verantwoorden wat we hier aan het doen zijn, waarom we hier zijn. Verwacht ook niet dat we gaan reageren op eventuele negatieve commentaren die nog gaan komen. Die gaan we gewoon over ons heen laten gaan en de positieve commentaren, daar gaan we alleszins wel iets leuks mee doen. Een van de eerste redenen waarom we hier zijn, is een persoonlijke reden. We mogen dan wel in puur Sint-Amans wonen, waar een duvel gebrouwen wordt. Waar ze ook het levensreddende Pfizer-vaccin aan het brouwen zijn, zeg maar. Maar we hebben heel weinig binding met die streek, zeg maar. Hier is waar we ons thuis voelen. Waar we ons ook veel veiliger voelen. Dus dat is een van de redenen waarom we nu, tijdens het laagseizoen waarin wij tijd hebben om zoiets te doen, hier zijn. Er zijn ook nog een aantal professionele redenen waarom we hier zijn. Die zal Sarah even toelichten. Ja, dat zijn er een aantal meer. Ik heb ze ook opgeschreven om ze allemaal goed te kunnen uitleggen. Ten eerste, onze job is niet plaatsgebonden. Wij kunnen vanuit onze transvan dezelfde service verlenen als dat wij zouden verlenen vanuit ons kantoortje in Puur Sint-Amans. Dus onze job is niet plaatsgebonden. Harre en ik, wij runnen een reisbureau, Transactief, voor de mensen die het niet weten. Het behoeft geen extra uitleg dat de toeristische sector zwaar te lijden heeft onder de coronamaatregelen. Reizen wordt vandaag gecriminaliseerd en sterk afgeraden vanuit de overheid. En het is aan ons de taak om ervoor te zorgen dat reizen ook na corona niet in die negatieve spiraal blijft hangen. Wij moeten er eigenlijk voor zorgen dat reizen niet een begrip wordt, maar dat het iets is waar mensen van kunnen blijven dromen en dat het na corona ook gewoon weer actief kan opgepakt worden. Ik heb hier letterlijk opgeschreven: het is onze bedoeling om de mensen hoop te geven dat reizen niet zal veranderen in een begrip, maar zal blijven bestaan als iets waar iedereen ooit opnieuw van zal kunnen genieten. Dus dat is onze voornaamste reden. Klopt. Reizen zal voor veel mensen een andere vorm aannemen na corona. Wij kunnen zeggen dat onze manier van reizen, de Harre en Sarah manier en dus ook de transactieve manier van reizen, die zal overleven. Die moet na corona niet veranderen. Wij zijn niet gericht op massatoerisme. We reizen altijd in kleine groepen waar eigenlijk natuurbeleving en het buiten zijn centraal staat. Dus ons ga je niet vinden op een overvol strand aan de Costa Blanca of de overvolle pistes die nu gesloten zijn trouwens. Daar ga je ons ook niet op terugvinden. Onze manier van reizen is kleinschalig, kleine groepen en zeker coronaproof in deze tijden. We hebben zelfs in 2020 heel veel mooie reizen gemaakt. Veel van onze bikers zullen dat kunnen bevestigen, dat dat allemaal mooi op en top veilig is kunnen verlopen en waar iedereen enorm van genoten heeft. Hè. Een volgende reden, de reissector. Wij vragen al maanden om verantwoord te kunnen reizen. Om dat aan te pakken, om bijvoorbeeld niemand zonder een test op het vliegtuig toe te laten. In plaats van reizen af te raden, vragen wij, zou er beter tips worden gegeven om hoe het veilig kan reizen? Ik zou zeggen, of we zouden zeggen, reis eens met ons mee en je weet hoe het kan. Tuurlijk. Een van de redenen trouwens dat we ook hier zijn, is om met onze lokale partners te overleggen hoe zij het aanpakken. Stel dat we binnen een paar maanden terug met een
gerustgesteld gemoed zeg maar, kunnen gaan reizen. Maar corona is er nog steeds. Hoe pakken zij het aan? En het is heel geruststellend om te zien dat we inderdaad de juiste partners uitgekozen hebben die met de maatregelen rekening houden en die ook zich ervan bewust zijn dat corona er wel degelijk is en alles eraan doen om iedereen veilig te kunnen ontvangen. Voilà. En je kunt dan zeggen, hè, of jullie kunnen zeggen, waarom reizen jullie dan niet met z'n tweeën gewoon in stilte en doe je job en val er ons niet mee lastig. Maar ja, dat heeft eigenlijk een hele simpele reden. Iedereen weet dat als je als bedrijf één dag je mond houdt, dan ben je bij wijze van spreken de volgende dag al vergeten. En sorry mensen, wij willen niet vergeten worden. Nee, we hebben net iets te hard gewerkt de afgelopen jaren om te staan waar we nu staan. Dus wij doen het veilig, maar we blijven plaatsen verkennen waar we jullie naartoe mee kunnen nemen. Voilà, want dat is ook nog zo'n gedachte. We are living the dream, maar helemaal geen maar. Wij nemen een bewuste keuze. We werken wel heel hard voor die dream. Ja, klopt. In de ogen van vele mensen hebben wij enorm veel vakantie. Het is nu -10. Het vriest buiten. En ja, we zijn hier ook aan het werken hoor. Het is workation. Voilà. Maar we klagen niet, we hebben de juiste job gekozen. Ik ga eens even kijken. Ja, dus als laatste had ik ook nog gezegd, maar heb jij in die intro gezegd, Harre, dus het eerste en het laatste dat we hier ook officieel bericht over gaan vertellen. Voor de rest blijven we doorgaan zoals we bezig zijn. Wij hebben een koers gekozen. De mensen die ons vandaag willen volgen zijn ook de mensen die in de toekomst met ons op reis willen gaan. En dat vinden we zelf heel belangrijk, dat wij met het juiste publiek, met de juiste mensen weg kunnen gaan. Want dat geeft voor ons ook natuurlijk een veel grotere voldoening om met toffe, positieve mensen op stap te gaan. Dus we varen al heel lang deze koers en we gaan die nog We gaan ze blijven varen. Voilà. Hè. Gelijkgestemde zielen, iedereen is welkom. Voilà, tot binnenkort en op een van onze reizen. Wij blijven reizen met een glimlach. Cheers.